Beste en lieve luisteraars, welkom bij het programma Wel Geïnformeerd, een paneldiscussieprogramma vanavond aanwezig, Krishna Salikram en Wesley Amzand. Ik geef het woord aan Krishna. Dankjewel, Iwan. Luisteraars, goedenavond en welkom bij deze aflevering van Wel Geïnformeerd. Wesley Amzand, welkom. Ja, goedenavond luisteraars, goedenavond Iwan, goedenavond Krishna. Wesley, in het tweede deel van het eerste uur gaan we praten met mevrouw Patricia Etnel, DNA-lid van de NPS in Suriname. Maar nu gaan we praten met de heer Rajan Kishun Singh. Meneer Kishun Singh is commentator bij ABC. En het onderwerp van gesprek is het kiesstelsel in Suriname. Dit onderwerp hebben we vorige week besproken met dokter Hans Breveld. En het heeft een geweldige luisterdichtheid gehad. Mensen praten erover. Dus hebben we besloten om een andere deskundige, en dat is de heer Kishun Singh, aan het woord te laten om zijn visie te horen. Goedemiddag, meneer Kishun Singh. Ja, goedenavond voor jullie daar in Nederland. Ja, maar het is nog licht. Oké. Het is nog dag, ja. Ja, het is wel avond. En, maar goed... U weet, het is zomer en het wordt laat donker. Ja. Maar meneer Kishun Singh, om bij het begin te beginnen. U heeft 11 jaar geleden nog, dat was nog in de tijd van de frontregering, moet ik aannemen, nog zeg maar een actie ondernomen om het kiesstelsel te wijzigen, hè? Nou, actie in de zin van dat ik me steeds mijn stem heb laten horen om aan te geven dat het kiesstelsel absoluut niet goed is, dat het juist discriminerend is. Uh-huh. Discriminerend werk naar mensen. Oké, leg eens uit, discriminerend. Je bedoelt, de stad wordt, is het ondergeschoven kindje, en de districten worden bevoordeeld. Moeten we dat zo zien? Nou, dus de benadering is, kijk... De grondwet, laat maar uitgaan van de grondwet, wat de grondwet zegt. De grondwet zegt dat alle Surinamers op gelijke manier behandeld moeten worden. En dat verwijzen naar bepaalde artikelen wat dat betreft. Maar als we kijken naar het kiesstelsel, dan zien we... Dat het niet het geval is bij het uitbrengen van onze stem bij de verkiezingen. Waar het om gaat is dat je ziet dat de zwaarte van de zetels om iemand af te vaardigen naar de hoogste staatsorgaan, dat is onze Nationale Assemblée, dus in principe dus het proces om te komen tot machtsdeling en machtsverwerving, dat het totaal scheef is als je kijkt naar het kiesstelsel. Om het heel voor en heel concreet te zeggen. In Coroni, als je 800 mensen, dus, en dat is dan op basis van een kiezerslijst, van aantal stemgerechtigden in het district. Als je 700, 800 stemmen haalt, dan ben je zeker van een zetel in de DNA. Maar als je in Paramaribo zou wonen en je zou je daar verkiesbaar stellen, dan heb je 7000 en 8000 stemmen nodig om het district mede te vertegenwoordigen in de Nationale Assemblée. Ja. En we kunnen die berekening maken naar alle districten. En dan zie je dat op een gegeven moment, dat zelfs mensen die 400 stemmen vergaard hebben in een bepaald district, dat die op rechtmatige wijze gekozen kunnen worden in de Nationale Assemblée. Dus dat men daar met 400 stemmen een zetel kan halen. Het is natuurlijk ook wel zo dat er, als je gekandideerd bent bij een grote partij in Paramaribo, en die partij had 5 zetels of 6 zetels, maar je staat op nummer 7, en ze komen in de regering, maar je hebt als nummer 7
30 stemmen gaat, dan kom je wel binnen. Maar dat is een systeem van opschuiving. Daar praten we niet over. Maar we hebben het over van, wat zijn de gemiddelden per district om een zetel te kunnen behalen? Ja, maar meneer Kieselzing, als we de afgelopen verkiezingen van vorig jaar als voorbeeld nemen, hè, dan zien we dat de ABOP, de partij van Ronnie Brunswijk, met 24.000 stemmen 9 zetels behaald heeft. Ja. Terwijl de NPS heeft met 32.000 stemmen slechts 3 zetels behaald. Ja, dus de NPS is dus de gebeten hond bij de laatste verkiezingen. Maar niet alleen zij, ook wat andere partijen, als je dus het aantal uitgebrachte stemmen zou gaan berekenen, of uitgebrachte stemmen dus nationaal, en stel je zou een landelijke evenredigheid hebben. Dus je zou, en dat doe je op basis van het aantal uitgebrachte stemmen nationaal. Ja. Gedeeld door het aantal beschikbare zetels. Dan komen we tot een bepaald quotient. En dan zien we dat bijvoorbeeld de HVB. Ja. Met haar 8000 zoveel stemmen. Dat de aanmerkingen zou komen voor een zetel. Oh. Ja? Dus zij zijn ook een gebied om bij van spreken. Ja, ja, ja. En je ziet dan dat de NPS met 32.000 stemmen en aanmerken voor 3 zetels. Die stemmen zijn voornamelijk behaald in grote mate. Dus in Paramaribo, Wanica. En in de kustdistricten indiceren ook wat, dacht ik, 1000 stemmen. Uh-huh. En de ABOP in combinatie soms met lijstverbindingen, die haalt dus 34.000 stemmen, maar dus die valt... Je komt dan met 9 tot 10 zetels winnen. Ja, maar Kieselzing, wat is de reden dat men dit systeem heeft bedacht? Nou, om er traditioneel even uit te gaan, dat we moeten democratiseren langs regio's. Uh-huh. Maar in zelf hebben we zoveel districten. En we gaan de districten allemaal op basis van inwoneraantal een bepaald aantal zetels geven, ja. Maar er is nooit een regelrechte berekening gemaakt op basis waarvan en waar de aantallen even hoog zijn of even groot zijn. Kijk, in Groot-Brittannië bijvoorbeeld, in Engeland, daar worden counties opgedeeld, er worden kieskringen gemaakt waar min of meer evenveel mensen wonen. Maar daar heb je een persoonlijk meerderheidsstelsel. Ja? Er zijn zoveel kiessystemen en dat verschilt totaal met wat we in Suriname hebben. In Suriname heeft men gemeend om op te delen op basis van regio's, van districten, kiesdistricten. In andere landen, in Libanon bijvoorbeeld, is dat zaken daar opgedeeld op basis van geloofsovertuiging. Okay. Omdat dat op een gegeven moment politiek haalbaar was en belangrijk was, zodat het balans tussen de twee grote godsdiensten daar evenwicht zou zijn. Maar je ziet dat het ook allemaal niet werkt. De grootste crisis hebben we gekregen in Libanon. Ja. In Guyana hebben we van vroeger hadden we ook een districtenstelsel, maar men heeft dat gewijzigd en men is gekomen tot een landelijke evenredigheid. Okay. Waardoor dus meerdere partijen ook in het parlement kunnen komen in plaats van die twee partijen die altijd traditioneel tegen elkaar stonden. Ja, dus we kunnen zeggen dat het huidige stelsel in feite voorkomt dat er nieuwe partijen met nieuwe ideeën, met frisse ideeën, in het parlement komen. Helemaal. Ja. Dus ik vind dat men dat het te hoge drempels zijn, als je het hiervan uitgaat. Maar dat is niet mijn belangrijkste. Het belangrijkste argument is dat de wet niet alle burgers in het land op dezelfde wijze behandelt en waardeert. Ja, ja. En niet dezelfde rechten gaat. Waarom gaat men niet uit van de gelijkheid van de mens? Daar gaat het in feite om, toch? Om egaliteit, gelijkheid. Ja. Veel rechten. Dat is de puurste vorm van democratie. Nee, dat is inderdaad. Want een stem in Paramaribo is minder waard dan een stem in Coroni. Ja. Ik heb of Marowijne. Gemaakt dat in feite dus één Coroniaan, ja, of
de stem van één Koroniaan is 8 maal zwaarder, telt het mee, dan iemand die in Paramaribo of in Walika woont. Oké. Okay. 4 maal van iemand die in Nikeri woont. En ik denk niet toe, geldt ook zo'n beetje voor het binnenland. Ja, Wesley? Ja, meneer Kiesemsing, een vraagje. Het huidige stelsel, is dat fraudegevoelig in die zin dat 6 maanden of 8 maanden voor de verkiezingen mensen uit Paramaribo zich zouden kunnen inschrijven in Koroni dan wel in andere districten? Nou, het is gebeurd. Ja. Het is in de verkiezingen van 1996, dacht ik. Ja. Heeft men op een gegeven moment, kort voor de verkiezingen, heeft men een aantal mensen uit Paramaribo, mensen met Koroniaanse namen, heeft men verhuisd naar Koroni om te proberen dat zaakje daar te beïnvloeden. Ja. Dat is ontdekt. En op in die periode was Jules Wernebos. Breveld, de gast van de vorige week, die was toen minister. Oké. Okay. Dus maar het betrof dan de verkiezingen van het was eerder. Het was 1991. Oké, okay. Ja. Ja, na die telefoonkoop, dan had men de heer Breveld, Hans Breveld, gevraagd zijn de NPS'er om binnenlandse zaken te beheren, zodat er garantie zou zijn of vertrouwen zou zijn dat de verkiezingen goed zouden verlopen. Oh. Dus in die periode, en de kandidaat van de PALU, die in feite dus had schuldig gemaakt hieraan, dat is de heer Anton Paal, die bij CBB werkte. Ja, ja. Dus hij kende de kneepjes en die heeft dus een 200 man doen verhuizen. Waaronder 2 mensen die bij mij in de buurt woonden, aan de overkant, over de buren van me. Ja. En dat is ontdekt, en toen heeft de minister ingegrepen en zijn die mensen weer afgevoerd. Dus met die beïnvloeding, als dat zou lukken, dan had PALU toen ook een zetel gewonnen in Koroni. Oké. Okay. Maar ja. Het is inderdaad een fraudegevoel, daar gaat het in feite om. Ik heb ook begrepen dat het ook gebeurd is in Saramaka, dat mensen uit het leidinggebied zijn verhuisd naar resort Yarikaba. Oh. Ja, om ook iemand te doen laten kiezen, omdat men een berekening had gemaakt van we zouden misschien 300 stemmen tekort komen. Ja, ja. Daar heb ik geen harde bewijzen over, maar dat hebben mensen mezelf verteld in de tijd. Maar dat van de case van Koroni, dat is hard. Dat is allemaal te verifiëren. Mensen waren aangehouden, mensen waren opgesloten in de Limeskracht. Dus dat is één mogelijkheid. De andere mogelijkheid is natuurlijk ook dat je in die andere districten waar je met 800 stemmen ook gekozen kan worden, je ook kan gaan vestigen, toch? In Brokopondo bijvoorbeeld. Meneer Akin Botto, die heeft nooit gewoond in Brokopondo, maar bij de verkiezingen was hij wel kandidaat gesteld daar. Uh-huh. Maar dat soort van fraude is vaak gebeurd, maar dat zaakje wordt niet gesanctioneerd. Nee, maar als een politieke partij zich daaraan schuldig maakt en dat kan worden bewezen, volgt er dan ook geen negatieve sanctie daarop? Suriname. Als je administratief hebt verhuisd, ja. Dan blijkt dus in principe dus dat je daar wel rechtmatig bent, toch? Maar als je niet werkelijk woont, dus er wordt geen plaatselijk onderzoek ingesteld. Ja. Maar als alle partijen zich daar een beetje schuldig maken, dan wie gaat het nou onderzoeken? Dat is het punt. Maar goed, meneer Kiesemsing, omwille van de tijd, wat stelt u voor eigenlijk om hiervoor in de plaats te... Nou, persoonlijk vind ik dat we een landelijke evenredigheid moeten hebben. Mm. Door die landelijke evenredigheid dan heb ik geen versnippering van stemmen, zoals men dat zegt. Dat bijvoorbeeld 10.000 mensen verspreid stemmen op één partij. Maar die partij zou dan, als je volgens die berekening van landelijke evenredigheid zou aanmerken voor 2 zetels, dan halen ze die 2 zetels. Maar omdat ze dan in Paramaribo 8.000 stemmen nodig hadden, maar ze hebben maar daar 5.000 stemmen behaald, dan gaat dat verloren in principe. Ja.
Maar landelijk heeft de partij op basis van haar campagne, op basis van het programma, op basis van haar ideeën en van het werk van de partij wel 10.000 stemmen behaald. En dat geeft toch in voldoende mate aan dat er voldoende mensen achter zo'n partij staan. En dat gaat verloren. En waarom het ook belangrijk is dat het doorkomt, is dat de kleine partijen, waar in feite de nieuwe ideeën ontstaan, waar de innovatieve zaken komen, waar de vernieuwing komt in de samenleving, dat die kans, een kans krijgt om verder door te breken. Ja, als ik u goed begrijp, meneer Kizusing, dan wilt u het districtenstelsel in stand houden, maar daarbij wilt u toevoegen een landelijke lijst, een landelijke vertegenwoordiging, evenredige vertegenwoordiging, zoals we dat gekend hadden in de jaren 70. Nee, ik zeg van totale landelijke evenredigheid. Ja. Maar de resortraden en de districtsraden, die blijven dan functioneren op districtsniveau om de lokale politiek en het lokaal bestuur te ondersteunen. Maar meneer Kizusing, u bent dus voor het stelsel van de evenredige vertegenwoordiging. Ja. Stel als de kiesdeler 5.000 stemmen is, ik noem maar wat, of 3.500 stemmen. Ja. En stel je hebt in Coroni en in Saramaka en ook in Brokkeponde, noem maar op. Hoe ga je dan de verdeling maken naar de verschillende politieke partijen in de districten op basis van het stelsel van de evenredige vertegenwoordiging? Ja, dus het probleem is dat we één geval hebben. Dus als we die 250.000 kiezers gaan delen door pakweg, laat zeggen 50, ja. Dan heb je 5.000 stemmen nodig. Stemmen. Theoretisch. Hè? Ja. Het probleem is dat op basis daarvan een Coroniaan gekozen kan worden. Precies. In de Nationale Assemblée. Da? Precies. Maar ja. Hoe gaan we daarmee om? Nee, maar dat heeft dan te maken met een regio. Met een district. Oh. Maar op basis van 5.000 mensen kunnen bepaalde etniciteiten ook niet gekozen worden. Ja. In het parlement. Ja. Dan moeten we ook daarmee rekening gaan houden. Maar het gaat mij ook vooral om de corrigerende effecten. Ja. Ja. Want het systeem was toch juist bedacht om mensen die niet in Paramaribo wonen toch ook een stem te geven in het parlement. Kijk, men zegt van anders worden die mensen vergeten. Ja, klopt. Ze hebben geen macht, ze hebben geen inbreng. Maar corona is zoveel macht gehad. Maar kijk hoe ver we zijn met corona. Ja, maar goed. Ja, ja. Iwan? Het is natuurlijk wel. Maar wat zou het betekenen als er bijvoorbeeld gekozen zou worden voor twee stelsels? Namelijk een districtenstelsel en dat algemene stelsel voor het hele land. Ja, je zou dan kunnen zeggen van voor elk district één zetel. Dan ben je zeker van dat de regio's vertegenwoordigd zijn. Elke regio vertegenwoordigd is. En dan wordt de rest verdeeld op landelijke basis. Aha. Dus dat schijnt dus dan een voor de hand liggend compromisvoorstel te zijn. Maar waarom moeten we steeds blijven redeneren in termen en denken in termen van regio's en districten? Waarom zeggen we niet van nee, 50% van de zetels moet naar vrouwen gaan en 50% naar de mannen? Dat is ook een vorm van democratisering, toch? Ja, maar u zegt dat wel, maar aan de andere kant heeft u ook geconstateerd dat de mensen in de districten, met name in het binnenland en elders, vergeten worden als ze dus, als het ware, hun stem niet meetelt. Want ze kunnen geen mensen kiezen uit hun omgeving. Het gaat juist. En natuurlijk, dat maakt niet uit als je nou mannen of vrouwen daar poseert om gekozen te worden. Dat kan natuurlijk. Dus ik zou bij wijze van spreken het beter vinden wanneer men een combinatie maakt van en districtenstelsel en het algemeen kiesrecht. Ja, maar kijk, wanneer Sipaliwini of Brokkeponde pakken, dat is een beetje meer homogeen. Ja. Wanneer we
een partij meedoet aan de verkiezingen. En ze hebben op hun lijst geen vertegenwoordiger of geen kandidaat uit Brokopondo. Dan denk ik ook niet dat de mensen uit Brokopondo dus zouden stemmen op die lijst. Begrijpt u? Dus zo'n lijst die de mensen gaan produceren, ja, dat moet een weerspiegeling zijn, ook van de samenleving, van de regio. Dus een weerspiegeling moet zijn op basis van seksen, van misschien geloofsovertuiging, van jong en oud. Begrijp je, van beroepen ook. Want je gaat niet alleen maar ingenieurs willen plaatsen op die lijst en doktoren. Maar je wil ook onderwijs hebben, je wil ook arbeiders hebben of vakbondsleiders hebben op de lijst. Weet u? Dus een lijst samenstellen moet aan een groot aantal criteria voldoen. Ja, maar dat is toch de keuze van de regionaliteit. Dat is de keuze van de politieke versie. Partijen. En ik denk dat men goed erover moet gaan nadenken wat voor stelsel men gaat gebruiken, ja, om een zo rechtvaardig mogelijke uitslag uit de verkiezingen te kunnen krijgen. Ja, helemaal met u eens. Helemaal met u eens. En daarom geef ik ook tegenargumenten aan van waarom het niet alleen maar regionaal bekeken moet worden. Dus het is niet zo eenvoudig om zo te zeggen. Nee. Maar goed, meneer Kiesoezing, omwille van de tijd. De problemen die het huidige stelsel met zich meebrengt zijn bekend. Zijn bekend bij alle partijen. Yeah. Er zijn partijen die voor de verkiezing gezegd hebben, een hervorming van het stelsel, daar gaan we aan werken als we worden verkozen, als we in de regering komen. Maar het is tot op heden ontzettend stil gebleven. Ook bij de partijen die klappen gehad hebben, dus die de nadelen hebben ondervonden van het systeem, die blijven stil. Ja, dus ik hoop dat men dus, dat gaat oppakken. En dat we dus binnen die 4 jaar, om zo te zeggen, naar de verkiezingen toe, dat er duidelijke stappen ondernomen worden om dat te gaan wijzigen. We weten dat bepaalde partijen dat wel zouden willen doen. Ja. En we weten ook bijvoorbeeld dat bijvoorbeeld bij de ABOP we kunnen mogen verwachten dat de grootste problemen zullen ontstaan. Ja. Ik heb de mensen van ABOP ook uitgelegd. Maar als je ervan uitgaat dat de Maronbevolking jouw achterban is, ja, ja, dan moet je even nagaan van hoeveel Marons er in het binnenland wonen, in Sipaliwini, in Marowijne, en in Brokopondo en voor een deel in Para. En hoeveel Marons er wonen in Paramaribo en Wanik en omgeving. Ja, ja. Maar de ABOP moet ook begrijpen dat de mensen in de stad, met name het Creoolse electoraat in de stad, het never nooit gaat blijven pikken. Dat hun stem in feite minder waard is en dat ze niet gehoord worden. Ja, dat geldt dus natuurlijk niet alleen voor hun, maar voor alle andere groeperingen. Dat vind ik ook. Ja, dat is. Ja, maar goed. Ja. Wat ik bedoel is dat de mensen in de stad dat niet oneindig dit gaan pikken natuurlijk. Hè? Ze gaan, op een gegeven moment gaat men inzien dat dit systeem eigenlijk coalities oplevert of partijen aan de macht brengt die niet de uitdrukking zijn van de wil van het electoraat. Dat is zeker in aantallen. Ja. Dat is al duidelijk geworden bij deze verkiezing. Maar ook bij de voorgaande verkiezingen is dat allemaal duidelijk geworden. Ja? Maar je hebt ook natuurlijk een systeem. Kijk, in de uitslag van het jaar 2000 waren 16 lijsten. En het front had iets van 30%, 1/3 deel van de stemmen vergaard. Ja. Maar ze hadden 2/3 van het aantal zetels binnengehaald. Op basis van de versnippering van stemmen. Okay. Landelijk en per district ook. Als ze steeds groter waren en het al de andere partijen nog net de kiesdeler niet haalden in de districten. Waardoor dus alles naar hun toe ging, het grootste deel naar het front toe ging. Ja, dus dat is heel opportunistisch. Ja, opportunistisch in de zin van ook. Kijk, bij de verkiezing van 2000 ja, was de gebeten partij waren de HPP. Dus om met 2 zetels, als je op basis van landelijkheid zou berekenen, binnenkomen. De BVD zou met 1 binnenkomen.
de gemeentepartij in de verkiezing van 2005. Dat was de UPS, de combinatie met bijna 14.000 stemmen landelijk, maar geen eigen zetel behaald via district. En ze zullen daarvoor ook 2 zetels tot 3 zetels kunnen halen. Maar met 18.000 stemmen hadden de A-combinatie 5 zetels. Oké, okay. Ja. Dus dat zijn de onrechtvaardigheden. En bij elke verkiezing heb je dat. Oké. Okay. Bij de laatste verkiezing was de gebetenhond, dus de NPS. De NPS, ja. Dat is 1. En de HVB met 8.000 stemmen. Die landelijk, maar niet vertegenwoordigd zijn in het parlement. Oké. Okay. Goed, meneer Kisusing, gelet op de tijd, moeten wij echt een punt zetten achter dit... Ik ga dit verder met wat aantal mensen ook verder oppakken. Ja, en we blijven er aandacht aan besteden tot er in het parlement duidelijk sprekers met koppen worden geslagen. Ja. Goed, meneer Kisusing, we blijven het volgen. Voor nu, dank voor uw toelichting. En wij wensen u nog een genoeglijke voortzetting van de zondag. Goed dan, bedankt ook. Hè? Wellicht met de EK-finale nog dat u gaat zien. Ja, Italië gaat zoals over de Engelsen. Oké, okay, is goed, we wachten het af. Dank u en tot ziens. Ja, oké, dan. Ja, dat was Rajan Kisusing die duidelijke mening heeft over het kiesstelsel en die ook daadwerkelijk actie voert, hè, om verandering teweeg te brengen in Suriname. In 2010 heeft hij actie gevoerd om een hervorming door te voeren. En hij gaat dit weer oppakken.